Beste mensen, we zijn ontzettend dankbaar dat Paus Franciscus vandaag de heilige verklaring van Pater Titus Brandpaar bekendgemaakt heeft. En we gaan dat vieren in het bisdom van 's-Hertogenbosch, maar natuurlijk ook in heel Nederland. In ons bisdom doen we dat omdat Pater Titus een groot gedeelte van zijn leven in ons bisdom gewoond heeft. Hij heeft gestudeerd in Megen en Boxmeer en hij heeft gedoceerd in Os en natuurlijk heel lang aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Dat is een extra reden dat wij het grootst gaan vieren met een bedevaart naar Rome en natuurlijk ook hier in de Sint-Jan. Als ik aan Pater Titus denk, dan zijn er twee punten die ik zou willen noemen. Allereerst dat hij al heel vroeg het nationaal socialisme doorzien heeft. Tegenover het recht van de sterkste en de rassenwaan van de nazi's plaatste hij de naaste liefde. En tijdens de bezetting heeft hij de persvrijheid beschermd. Hij kwam op voor de vrijheid van de katholieke media. En in die zin is hij voor vandaag ook een heilige. Een patroon voor de journalisten. We leven in een tijd met ontzettend veel fake news. Met heel veel onwaarheid. Dat de journalisten aan Pater Titus een voorbeeld nemen. En dat ze feiten en meningen goed uit elkaar houden. In die zin is voor mij Pater Titus Brandsma, de heilige Pater Titus, een patroon voor de journalisten en een heilige voor vandaag.